Het is aan het groeien. Het is langzaamaan aan het groeien. Staat er nu dat ik dat kan aanpassen? Nee. Vooruit type koolzaad, het is aan het groeien. Het is 100% bemest. En het is van mij. Mij! Dus het is wel handig dat, dat je ja, kunt aanzetten dat er het veld, ja, dat de game informatie geeft over het veld waar je naar kijkt. Dat heb ik altijd al aanstaan vanaf dat ik het spel juist heb. Het is aan het groeien dus. En ja, nu laat ik jullie even het hele saaie proces zien. Hoe lang dat ik eigenlijk zou moeten wachten voordat het gegroeid is. Het alarm staat op 14 minuten. Vanaf nu. Zo net kwamen de plantjes uit de grond. De koolzaadplantjes. Dat ding staat klaar. De bison. Van het merk bison toch. Tijd staat nog altijd op snelste zoals in de vorige video. Misschien gaan we een schuur bij plaatsen binnenkort. Wacht. Ja, dan zou ik het liefst dit soort schuren willen. Met zo van die deuren die je dicht kunt doen en open. Dat is altijd wel handig. Over open doen en dicht doen gesproken. De designmachine heb ik op het moment niet nodig. Die tractor kan ik nodig hebben, die kaart. Heb ik nu ook nog niet nodig. Deze heb ik niet nodig. De valtrap heb ik niet nodig. Ja, dan vergeet ik me niet van welk. Oh, seizoen is dat aan blijkbaar. Nou, dan ben ik vergeten af te zetten. Seizoenslengte 24 dagen. Dan duurt het tenminste, tenminste langer om voor het winter te laten worden. Vochtigheid van het gewas uit. Sneeuwsporen aan, sneeuwmodus aan, uit. Geen sneeuw, want dan kan ik niet meer oogsten. Dan is alles naar de getver. Als er sneeuw op ligt en dan kunnen we helemaal terug opnieuw beginnen. Maar we zitten nog midden in de lente. Het is nog aan het groeien, ja. Jammer. Dat is heel jammer. Amerikanen! Het is een Amerikaanse map. Oh, de vorige waren oliehoudende zaden en de vorige voor de vorige waren grassen. Ga groeien!
Groei, 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 groei. Nu, groeien. Ja, mijn gewassen luisteren niet naar mij. Logisch. Hoezo heb ik ineens maar 8000? Oh ja, dat is ook weer waar. Ik heb die dingen gekocht. Cultivator. Deze, ja, de Nieuwe Holland is bijna klaar hiermee. We kunnen ook via de map in doorhouden. Deze twee velden zijn aan het groeien. Ik denk nog altijd dat, dat die paarse stukjes, oftewel die niet zijn ingezaaid, ja, dat gewoon een glitch is. Want ik ben overal overgegaan, normaal gezien. Ja, anders heb ik pech. Ja, ik heb toch twee andere velden nog. Maar ik kan via de map veld 24 ook in doorhouden. Oh, 76% voorgang! Dat is best snel gedaan eigenlijk. Even snel veldje 18 cultiveren. Voor de mensen die het niet weten, blauw is cultiveren, het staat rechts aan, dus je kunt altijd lezen als je niet weet wat voor wat welke kleur is. Eigenlijk, ja, dus we kunnen pas oogsten als veld 24, veld 25 en veld 26. Allee, ja, als tenminste één van deze drie velden geel is geworden. Allee, met de kleur. We kunnen bijna oogsten als het donkergroen is. Dus hoe donkerder de kleur, hoe later dat het in zijn tijdperk zit. Oftewel, als het donkergroen is, dan zitten die gewassen al heel lang in het tijdperk van het aan het groeien. En als ze donker oranje zijn, dan zitten ze al lang, ja, in het tijdperk van dat ze klaar zijn om geoogst te worden. Om het zo even te zeggen. Maar ja. Ik hoop dat jullie video 10 leuk vonden. Het is nacht. En ik ga lekker mijn karakter laten slapen. In het huis, ja. Ik heb het niet voor niks. Ik heb het niet voor niksje. Slaapduur kiezen. Ja, slaap is duur. Kiezen. Slaap van hoe duur. Kiezen. Het is nog nacht. 4 uurtjes nog. Gesynchroniseerd na de fast forward. Ja, dan is het even wachten, hè? Flashlichtje uit. Flashlichtje. Trouwens, als jullie keken naar de tijd, daaronder staat hoeveel keer het versneld is. Als je dus gaat slapen, dan is het keer 5000. Terwijl normaal gezien het maar keer 120 kan, zoals nu. Dat is maximale. Maar slapen is keer 5000. 5000. Dus ja. Het duurt echt lang. En nu zien jullie hoeveel moeite ik neem om zo'n video's te maken voor jullie. En laat staan, mijn off-camera farm is groter dan dit. Dus ik doe meer moeite daar dan voor mijn video's natuurlijk. Maar alsnog, ik doe moeite. Ik moet elke keer weer wachten tot dat is gegroeid. En nu weten jullie hoe lang dat het is. En al zeker aangezien dat er niet staat dat ik het kan aanpassen. Van hoe snel dat mijn gewassen groeien.
Gewasvernietiging kan ik uitzetten, het staat uit. Ja, staat er nog steeds niet. Heel irritant. Hoe ver is hij? Oh, 97%. Als hij klaar is, dan gaan we het geld aannemen. $586. En dan gaan we gelijk het volgende doen. Zaaien, what? Bemesten, what? Oké, al die cultiveerdingen zijn weg. Dat wil dus zeggen, we gaan een van die velden bemesten. Weet je wat? Ik ga iets pakken dat heel lang duurt. We hebben nog een aantal zakken liggen, dus op zich is dat nog wat te doen. Veld 17 krijgen we 14.702 voor. Dit is afgerond, dus dat verzamelen we. Veld 7 is de grootste. Hoe groot is dat? Oké, dat is heel groot. Dat is echt gigantisch. Veld 8 is nog wel groter, dus dat is pas gigantisch. Maar veld 7, holy damn. Weet je wat, ik ga een grote zaaimachine kopen. Ik ga niet die zaaimachine gebruiken die ik nu heb. Ik ga altijd aparte dingen hebben. Deze had ik eerst gekocht in de video die nooit online is gekomen. Oh god, ik heb maar 9000. Daarvan kan ik nog niet eens een zaaimachine halen. Wat is dit? Oké, dan moet ik alsnog met die heel kleine gaan werken. Heel irritant, dit. Gaat echt... De Nieuwe Holland gaat video na video na video na video bezig zijn. Met veld 7. Dus mensen... De Nieuwe Holland zullen jullie een tijd niet meer zien. Ik ga deze cultivator ook verkopen. De goedkoopste, ja. Deze heb ik. De Selfert. Zaaimachine. Ik kan nog een zaaimachine kopen, maar ik heb er al één. Een grotere dan dat ik kan kopen. Op het moment. Maar die gaan we even ophalen en dan rijden we naar veld 7. En als we het in deze video niet halen om naar veld 7 te rijden en de Nieuw-Holland op gang te zetten. Dan doe ik de afcamera. Dan is hij in de volgende video sowieso nog bezig. Is het trouwens al wat donkerder groen geworden, de kleur? Nee. Ja, is wel iets donkerder. Maar niet veel donkerder. Volgende video zal pas zijn als... Als één van de velden tenminste klaar is om geoogst te worden. Oh god. Nu zie ik dat het geen glitch was. Dan gaat dat iets later geoogst kunnen worden. Twee lijnen zijn niet geoogst, gezaaid. Ik wil niet dat het ding weg gaat rollen, dat is ook nog een optie. Dat als je machines afkoppelt, dat die weg kunnen rollen. Want die hebben ook banden. Het gaat wel een beetje een paar gewassen vernietigen. Maar ja, dat maakt niet uit.